Hey, hartstikke leuk dat je nu gaat kijken naar de eerste beelden van Missie Aarde, maar... Dit is internet, maar je moet natuurlijk ook gewoon op televisie kijken naar Missie Aarde, elke vrijdag. De nieuwe vrijdagavond, NPO 3, Missie Aarde. Missie Aarde. Jongens, er is iets gestolen van Axel. Wil diegene die het gedaan heeft het even teruggeven? Wat is het? Dat doet er niet toe. Degene die het gedaan heeft weet waar ik het over heb. Bram, wat is het? Axel's brie. Sorry. Mijn brie. Dit is niet grappig hoor. Nou jongens, kom. Nee, niemand bekend? Dan moeten we misschien een interne rechtszaak beleggen. Dat is een geintje, toch? Oh nee, wacht. We gaan de missie nu stilleggen vanwege een stukje kaas. Franse kaas. Ja. Tussen beschaving en anarchie is het maar een heel dun laagje. Ja? En bij wie staat dus een functieomschrijving om opgezette tijden de thermometer in dat laagje te steken? Oké, Bram, echt prima. Doe wat je moet doen. Oké, wie niet meedoet aan het onderzoek, die krijgt geen therapie meer. Maar dat zou heel onverantwoord zijn, dus dat kan niet. Is er misschien een vrijwilliger die het onderzoek wil leiden? Axel, dat kan niet. Je bent gedupeerd. I'll bring this motherfucker to justice. I need an assistant. And full clearance to all security levels. Harold. Jij wordt mijn assistent. Oh, jongens. Come on, buddy. Goedemiddag. Waar waren wij gisteren rond 1500 uur? Hier. Op de Tasman. En dat weet jij zeker? Ja. Die avond na het middageten zei moeder tegen Kees: je moet twee boodschappen voor me doen. Om welke twee boodschappen gaat dat, Thijs? Dat weet ik niet, Koert. We hebben ze bij hoofdstuk 6. Harold? Trainingen. Bram. Zet even je hoofd open. Wat is het allerbelangrijkste in een omgeving waar je elke dag hetzelfde doet? Waar je aan het wachten bent op wat er gaat komen. Als het al komt. Precies. Persoonlijke groei. Ja. Maar groeien is een skill. Het gaat niet vanzelf. Ik zeg altijd, je moet leren hoe je moet leren. Ja, ja. Is mooi? Is mooi, ja. Ja. Maar met therapie alleen redden we het niet meer. Zo gaat het niet langer. Brechtje, Bram en ik hadden even overleg. Maar er moet iets veranderen. Ja, ja, ja. Dit schip, Bram, de werksfeer is ongelooflijk vrouwonvriendelijk. Iedereen loopt te ruften en te boeren. Niemand ruimt zijn troep op. Het is hier geen apenrots of wel? En weet je hoe dat komt? Mannen. Exact. Gebrek aan persoonlijke groei. Ja, ik denk dat er een gedragscode moet worden opgesteld. En een training om die gedragscodes te oefenen. Ja, prima. Maar vooral een gedragscode. Klopt, ja. En een training met op maat gesneden oefenstof. Maar een gedragscode, dus. En een training. Gedragscode. Dus.
2. Dan de rondvraag. Laten we even bij Thijs beginnen. Thijs, punten van aandacht? Nou, ik heb wel een paar punten. Pieter. Ik wil echt even bij Thijs beginnen. Dus Thijs? Bram, jij ging toch wat aankondigen? Thijs heeft even de beurt, Brechtje, maar jij mag zo. Ik geef mijn beurt aan Brechtje. Oh, ik weet niet of het zomaar dank kan. Dank je, Thijs. Jongens, Bram gaat nu wat aankondigen. Oké, dus Brechtje heeft nu de beurt van Thijs. Zeg het maar. Oké, ik wilde graag even iets aankondigen. Tijdens de beurt van Brechtje, die dan weer de beurt heeft van Thijs. Maar goed, ik denk er al een tijdje over na. Maar vandaag is het dan zover. Er komt een gedragscode. Bram, we hebben al een code, 6824. Ja, Koer, dat is de code van de deur. Het is vanaf heden ten strengste verboden om dingen te laten rondslingeren. Dus, Harold... Tevens is het niet meer toegestaan om met voorbedachte raden lichaamslucht te laten ontsnappen in een werkgerelateerde ambiance. Alsmede vrouwelijke bemanningsleden aan te spreken met tieten, prammen, memmen, boobies, ballonnekes, knapzakken, pep en truus, kokosmacronen en teddybeertjes. Zijn er nog vragen? Ja, ik vind het wel een goed idee eigenlijk, ja. Ja. Ja, zonder meer. Kijk, met zo'n code weet je eigenlijk meteen wat je niet mag zeggen. En wat wel. Blubberballen. Pretpakketten. Lebberknoepers. Melkswabbers. Luchtballonnen. Ballonballen. Vleesballen. Meloenen. En om die gedragscode er een beetje in te krijgen... organiseren we vandaag een hele speciale en noodzakelijke training. En die training gaat geleid worden door... Axel, zou jij dat kunnen doen? Ja. Natuurlijk, ja. Hoi. We gaan ons vandaag richten op persoonlijke groei. We beginnen zo meteen met een oefening in empathie. De ander leren kennen via jezelf. Daarna gaan we lekker lunchen. En dan werken we vanmiddag aan assertiviteit. Van je afbijten. Zonder dat we natuurlijk elkaar echt gaan zitten bijten. Heerlijk. Zijn er voor nu vragen? Vanaf vrijdag 9 januari op NPO 3, Missie Aarde. We tellen af naar de lancering via vpro.nl/missieaarde. Doe jij mee?